De nummer 3 tegen de nummer 18. Maar Jong AZ won afgelopen maandag wel met ruime cijfers van NEC 4-0. Dit is vroeg in de wedstrijd. Een goede kans voor Richard van der Venne namens Go Ahead Eagles. Dat afgelopen maandag juist verloor met 3-2 vlak voor tijd van Telstar. En speelt zonder de geblesseerde Navratil wel met Vince Dekker. Die hier de voorzet geeft op Verheid. Ook hij weer in de basis. Hij wil er nog niet in de openingsfase voor de Go Ahead Eagles. Sterker nog, hij wil er in de hele eerste helft niet in. Aan het begin van de tweede helft is dit een goede kans voor Jong AZ. Mihalik in eerste instantie en dan in een rebound bijna Jacobs. Maar Verhulst ligt twee keer goed in de weg. Eagles in mindere vorm. Eén van de laatste vier wedstrijden gewonnen. Nog altijd de nummer 3. Maar ze moeten toch een keer gaan scoren. Nu dan misschien Baks vanaf de rand van de 16. En dan zit hij er wel in. Voor de ploeg van John Stegeman. Via Istvan Baks. De voorzet van Langendijk. En via Rodi de Boer, de doelman van Jong AZ. Toch de voorsprong voor de Go Ahead Eagles. Dit is een aardige kans voor Reinders. En die laat Hobie Verhulst nog bijna door zijn benen in het doel verdwijnen. Maar de 3 punten zijn wel voor de Eagles. Al ging het met moeite.